Hallo, mijn naam is Aske Heukendrup, prestatiemanager voeding voor Team NL, waarin ik een team van 30 sportdiëtisten en sportvoedingsdeskundigen aanstuur die door het hele land met onze Nederlandse sporters werken. Ze helpen sporters onder andere beter te herstellen, minder geblesseerd te raken, minder ziek te worden en uiteindelijk natuurlijk beter te kunnen presteren. We hebben allemaal te maken met veranderingen als gevolg van het coronavirus. En dat betekent onder andere dat ik heel veel vragen krijg over voeding. Wat moet ik eten? Hoe kan ik een infectie voorkomen? Welke supplementen moet ik nemen? Hier zal ik 5 voedingstips geven die kunnen helpen. Maar laten we beginnen met te zeggen dat er geen voeding of supplement is die kan voorkomen dat je besmet wordt met het coronavirus. Natuurlijk kun je er wel voor zorgen dat je immuunsysteem zo goed mogelijk ondersteund wordt, zodat je lichaam een eventuele infectie snel en effectief kan bestrijden. Je kunt natuurlijk ook zorgen dat je spiermassa behouden blijft en dat je lichaamsgewicht niet te veel gaat veranderen. Hier zijn de 5 tips. 1. Blijf bewegen en behoud je spiermassa. Als je niet beweegt of te weinig beweegt, dan ga je spiermassa verliezen. En dat is zeker zo voor sporters die heel hard werken om hun spieren op te bouwen. Het duurt lang om spieren te maken, maar je breekt het relatief snel af. Nou, dat kun je voorkomen door regelmatig te bewegen of als je sporter bent te trainen. En ook om eiwitten op de juiste momenten in de juiste hoeveelheden te nemen. Eigenlijk zou elk eetmoment 20 gram eiwitten moeten bevatten. En dan zou je deze eetmomenten elke 3 tot 4 uur gedurende de dag moeten plannen. Tip 2. Zorg voor variatie in je voeding. Veel vers, veel groente, veel fruit en een aantal eiwithoudende producten. Melk, vlees of vleesvervangers, vis, bonen. Door veel variatie aan te brengen in wat je eet, maak je het bijna onmogelijk om tekorten te ontwikkelen. Het advies van veel kleuren op je bord is eigenlijk een heel goed advies en M&M's tellen daarbij niet mee. Als je dit soort regeltjes opvolgt, dan zorg je ervoor dat je immuunsysteem zo goed mogelijk ondersteund wordt. Tip 3. Supplementen zijn vooral gouden eieren. Het geld wat we besteden aan supplementen zouden we eigenlijk beter aan goede gezonde voeding kunnen uitgeven. Er wordt veel geclaimd, veel beloofd, maar eigenlijk als je de onderzoeken bekijkt, dan komt daar heel erg weinig uit. En er is geen supplement wat een infectie met het coronavirus kan voorkomen. Tip 4. Pas je voeding aan om aan de veranderde energiebehoeften te voorzien. Omdat we nu meer binnen zitten, is de kans dat we minder bewegen groter. Dat is natuurlijk verschillend van individu tot individu. En sommige mensen zijn misschien zelfs actiever nu. Maar voor de meeste van ons betekent het dat deze situatie anders is dan dat die hiervoor was. En dat betekent dat we ons eten hierop moeten aanpassen. Als we minder actief zijn, moeten we ook onze porties verkleinen. We kunnen minder boodschappen doen en dat betekent dat plannen veel belangrijker wordt. Ga slim om met het bewaren en opslaan van voedingsmiddelen in de koelkast, in je vriezer en in je voorraadkast en maak een plan voor meerdere dagen. Zet vooral gezonde voedingsproducten op je lijstje en zorg dat je niet meer dingen in huis haalt dan dat je nodig hebt. Dit is ook een unieke kans. We maken vaak verkeerde keuzes omdat we overal in aanraking komen met slechtere opties en dat is nu verminderd. Minder tankstations, minder reizen, minder stations, minder vliegvelden, minder fastfood. Dus als we slim zijn met de dingen die we in huis halen, dan kunnen we onze voeding misschien wel verbeteren in deze periode. Nou, dat waren mijn 5 tips. Eet goed, blijf bewegen en vooral blijf gezond.